Omroep Flevoland trekt momenteel met haar weekendcafé langs de Flevolandse gemeente. Zaterdagochtend was de omroep in de bibliotheek in Dronten. Gedurende een 2 uur durende rechtstreekse radio-uitzending kwamen tal van Drontense gasten aan het woord. Nou, we maken een tournee langs de 6 Flevolandse gemeenten om overal een weekendcafé te maken. Dat doen we meestal in samenwerking met een lokale omroep. Maar omdat de vlot in Dronten helaas niet meer bestaat, hebben we deze uitzending vanuit Dronten alleen als Omroep Flevoland gemaakt. Maar waarom op bezoek bij de gemeentes? Zit daar een idee achter? Ja, er zitten 2 ideeën achter. Er zit ten eerste een inhoudelijk idee achter om de onderwerpen die normaal niet door de regionale selectie komen, om die wel te kunnen behandelen in 2 uurtjes apart voor die gemeente. Vandaag dus Dronten. En er zit nog een gedachte achter om samen te werken met de lokale omroepen. Dat doen we al achter de schermen. Maar dan ook voor de schermen met de lokale omroep samen te werken. Is het een beetje schuldgevoel ook dat jullie misschien te weinig aandacht aan de dorpen besteden? Nee, dat is geen schuldgevoel, maar in de praktijk is het zo dat de helft van de bevolking woont in Almere. Dus ik kan me voorstellen dat de rest van Flevoland denkt, ik hoor heel veel over Almere. Het is om dus de andere dorpen aan bod te laten komen. Wat vond je ervan vandaag? Nou, ik vond vandaag een leuke uitzending. We hadden afwisselende onderwerpen die soms heel dichtbij waren. Om als voorbeeld te noemen, er is een evenement in de Meerpaal vandaag. Die mevrouw kwam even aanschuiven. Er komen kinderen uit heel Nederland. En we zitten midden tussen 2 oktoberfesten. Er was er eentje vrijdag en er is er eentje vanavond weer. En ja, die kwam ook langs en er mocht nog een lederhoos aan. Nou, we werden warm ontvangen en de Dronter warmte voelde ik bij alle gasten terug. Ik heb het als heel plezierig ervaren.